Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik sta hier ergens in een wijk in Amsterdam. Ik ben uitgenodigd voor het bekijken van de nieuwe collectie van Nicolette van Dam voor Shubi, de Back to School collectie. Ik ben een beetje te laat, iets met ochtendmisselijkheid en dan gooit je hele planning in de war. Maar goed, ik wilde er graag bij zijn, dus ik ben toch naar Amsterdam afgereisd. Ik ga even een kijkje nemen, lekker even tussen de kleren kijken, even een beetje feeling ermee krijgen. Gewoon het gevoel even meepikken. Ik ben super benieuwd naar deze collectie. We hadden natuurlijk een preview gekregen en dat zag er heel goed uit. En de vorige collecties waren ook geweldig. Het wordt nog even een dilemma wie van mijn meiden ik ga verrassen met een setje kleding. Maar goed, we hebben ook een lunch, dus ik heb even genoeg tijd om daarover na te denken. En ook over welk setje ik dan kies. Samples binnengekomen van de voorjaarscollectie. Niet te goed zo leuk. Dus die komt ook alweer aan. Ja, kortom. Ik hoop dat in ieder geval Nicolette en Shubi jullie kunnen blijven boeien. Ja, ik ben ervan overtuigd en er zit zoveel liefde en zoveel passie. Bedankt familie dat jullie er allemaal zijn. Oma, oh, en onze lieve Kaat is gewoon helemaal uit Spanje gekomen. Zijn. Sowieso, zo werkt het in families met passie. Dankjewel namens Shubi en Miek, jij dankjewel aan iedereen die hier vandaag is geweest. Kies een mooi item uit en show het lekker wanneer je tijd hebt met je dochter of gewoon voor jezelf. Dank jullie wel. Tot in Wees pas nou op Chloe, dus ik denk dat ik haar verras met dit setje. En dan kijken of ik er nog een leren jasje bij kan krijgen van Grace. Is wel super gaaf. Ik ben inmiddels thuis en ik heb de goodie bag bij me. In deze stof is het jurkje ook die ik voor Grace besteld heb. Ik zal hem even uitpakken voor de camera wat erin zit. Er zitten rock and roll stickers in. Twee velletjes. Leuk om te plakken en te knutselen natuurlijk. En ook deze stickers zijn weer echt in de printjes zoals de collectie van Nicolette is. Bij de vorige collectie had je allemaal squishies. Maar ja, squishies is een beetje uit. En Nicolette ging ook met de tijd mee. Dus die dacht, hey, laten we tattoos kiezen. En dat is ook typisch rock'n'roll chic-achtig. Dus dat vind ik super leuk. Dus die kun je lekker plakken.
een Chubby waterflesje, altijd handig, klein formaatje. En een tekening, en daar kun je denk ik ook de stickers op plakken. Oh, een gitaar met de titel Rock Prinses. Een kleurplaat, leuk om te kleuren. En dan hier de nieuwste catalogus met de geweldige collectie van Nicolette van Dam. Ik zie deze sweater in die XS. Oh, die is ook leuk voor Grace Rock'n'Roll. Te leuk. De collectie is te leuk. Leuk, leuk. En dit. Dus deze collectie is binnenkort verkrijgbaar in de winkel. Ik denk morgen al. Ik hoop dat ik morgen mijn bestelling opgestuurd krijg voor Grace. Zodat zij een leuk setje heeft. Ik ben nog even benieuwd naar de maat. Want ik had 152 besteld. En mijn dochter is mij inmiddels al voorbij gegroeid. Dus ze dacht bij zichzelf. Ik heb waarschijnlijk 158, 164 nodig. Zou kunnen. We zullen zien of we je passen. En anders gaat hij gewoon door naar de zusje. Dat is het voordeel van meiden. Het kan gewoon netjes doorgeschoven worden. Maar ik dacht, laat ik eens iets aardigs doen. Want Grace heeft deze middag, terwijl ik weg was naar een event, haar zusje van school gehaald en opgepast. En ook nog huiswerk gemaakt. Dus ja, weet je, dat mag wel eens een keer beloond worden. En de Candyland collectie kreeg Bailey natuurlijk een outfitje. De vorige collectie, die kreeg Chloe een outfitje. En ja, als het in november weer een nieuwe collectie is, dan ben ik benieuwd of ik nog. Maar misschien dan als deze niet past, misschien doe ik dan Grace ook wel. Maar deze collectie is in elk geval geweldig. De volgende collecties beloven ook geweldig te worden. Dus dit is echt een winner wat dat betreft. Dit is superleuk. Mijn ervaring is dat de collecties altijd snel uitverkocht zijn. Dus wil je het hebben, ga snel je kledingstukken halen online of in de winkels. Want voor je het weet is het niet meer verkrijgbaar. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vind het jammer dat ik een heel stukje heb gemist door Baby, nou ja, kan die ook niks aan doen. Maar ik ben toch blij dat ik even heb kunnen gaan. Om de sfeer te proeven en gewoon ook even te kijken. Het is gewoon super leuk om daar te zijn. Als je een leuke video vond, doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet om je te abonneren op ons YouTube kanaal. Dat doe je door op mijn hoofdje te klikken die aan het eind ziet. Zo, pat, boom. En als je dat belletje hier klikt, ja, die daar. Ik zal hem ook eens plaatsen, want de vorige keer was ik hem vergeten. Die dus. Dan mis je geen enkele video. Tot de volgende keer. Doei doei.